Kijk, als gamer game je natuurlijk heel veel. En dan ben je natuurlijk bezig met je handen, met je hoofd. Je zit in een spel. Maar wat doe je terwijl je dat spel speelt? Wat zijn de rare trekjes die je vertoont tijdens het gamen? We gaan het behandelen, want jazeker, we hebben weer een vraag binnengekregen van wie anders dan Noah Waltje. Vorige week ook al en deze week kwam hij weer met een toffe vraag. Hij vroeg zich gewoon af, wat zijn die rare kleine trekjes, dingetjes die je doet terwijl je aan het gamen bent? We gaan het behandelen in een nieuwe Goeie Vraag. Wat zijn mijn eigenaardige trekjes tijdens het gamen? Ja, dat is natuurlijk niet heel moeilijk voor mensen die mij een beetje kennen en die mijn streams kijken of wel meedoen met mijn streams. Rage. Rage. Ja, fuck you! Godverdomme. Boos worden, schreeuwen, schelden, vloeken, dat is eigenlijk wel een van mijn bekendste trekjes tijdens het gamen. En dat heb ik eigenlijk al wel mijn hele leven. En dat komt misschien een beetje door het hebben van te weinig geduld in games. Dat ik soms denk van, het lukt me wel, dit ga ik gewoon doen en ik kom er doorheen. Zoals met Bloodborne destijds of met Dark Souls. Dan denk ik, ik pak die game wel op. Dat gaat me wel lukken. Maar dan heb ik geen geduld om in tactieken te investeren en om er tijd in te steken om uiteindelijk echt een beetje goed te worden in games. Dan denk ik, ik wil gewoon spelen. Laat me gewoon spelen. Geef mij gewoon een game waarbij ik monsters kan kapotmaken. Of vijanden kan afslachten van welk ras dan ook. Maar daar heb ik vaak het geduld niet voor. En dan gaat het vaak ook wel fout. Dus dat is wel een van mijn trekjes. Een andere trek is dat ik eigenlijk bijna altijd wel iets moet eten of zo. Ik krijg altijd trek als ik in een game zit. En ik snap als een game heel intens en dat je er echt een tijdje in zit dat het niet lukt. Maar meestal met cutscenes of met stukjes tussendoor, dan probeer ik, ik pakte er toch eigenlijk altijd wel een zak chips bij of nootjes of iets anders te eten. En natuurlijk wat te drinken. En een van de dingen die heel veel mensen ook wel doen is, heel vaak probeer ik languit, breed en scheef op mijn chille stoel te gaan liggen. Maar voor intense games moet je toch vaak gefocust zijn. Dan ga je helemaal naar voren leunen. Gefocust met die controle in je handen en keihard knoppen rammen. Ik denk dat bijna iedereen dat wel doet. Dus ik denk dat een beetje mijn trekjes wel zijn tijdens het gamen. Noah, wat een ontzettend leuke vraag. Oprecht, je hebt het weer geflikt. Het is echt een leuke vraag, want ik heb er nooit eigenlijk over nagedacht wat voor trekjes en tics ik heb tijdens het gamen. Maar toen je vraag binnenkwam, toen ben ik wel een beetje gaan denken erover. En toen dacht ik, laatst op stream werd het me zo duidelijk dat ik continu vooroverleun tijdens het spelen. Als ik op een gegeven moment een spelletje ga spelen, de bedoeling is dat ik dan even relax en naar achterval en gewoon een beetje laid-back een spelletje ga doen. Maar wat ik dan uiteindelijk merk van mezelf is, naarmate ik langer bezig ben, dat ik steeds meer naar voren duik en probeer een beetje in het scherm gezogen te worden. En enerzijds tof, want je laat je omringen door de game, zou je kunnen zeggen. Anderzijds, mijn rug is er niet al te goed over te spreken. En vooral met stream komt dat heel erg aan het licht. Want dan ben ik 2, 3, 4 uur live zonder echt een pauze te nemen. En ga ik dan steeds verder naar voren leunen. En zelfs dan heb je zo'n mooie gaming chair die dan juist bedoeld is dat je lang comfortabel kan gamen. Ik gebruik die hele rugleuning niet omdat ik alleen maar naar voren aan het leunen ben. Dus dat is gewoon niet fraai en ik vind dat persoonlijk van mezelf een beetje een gek tikje, een trek waar ik eigenlijk vanaf wil komen, want het is niet goed voor mijn rug. En notabene, ik heb die stoel dat ik juist lekker laid-back, comfortabel kan gamen, maar dat doe ik dan niet. Dus als we het hebben over een dom tikje wat ik heb, dan is denk ik het continu vooroverleunen ook zo. En please, als je het ook doet, als je dit nou van jezelf herkent, red je rug en ga gewoon laid-back spelen. Dat is het makkelijkste wat je kan doen. Het is lekker comfortabel. Doe het ook. Ik probeer het ook af te leren nu van mezelf. Dus binnenkort op stream gaan we volgens mij een hele laid-back Tom zien. Ik ga gewoon helemaal PewDiePie-achtig achterover mieteren. But can you do this? Leuk. Noah, wat een ongelofelijke goede frag alweer. Mijn gekke trekjes tijdens het gamen. Ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen, als ik aan het spelen ben, dan zit ik eigenlijk in eerste instantie best wel laid back gewoon op de bank aan het console gamen. Maar hoe soort van intenser het gaat, eigenlijk een beetje net zo stom, ga ik steeds meer naar voren zetten. Maar iets anders wat ik daarbij doe, wat echt altijd gebeurt, ook al is een knopje totaal niet analoog, zoals bijvoorbeeld je kruisje, je vierkantje of je X, je A, je I, je W. Als bijvoorbeeld X aanvallen is, als
het gevecht intenser wordt, ga ik ook steeds harder op dat knopje klikken. Alsof mijn poppetje dan een soort van harder aanvalt. Terwijl dat knopje is totaal niet analoog. Het is gewoon ingedrukt of niet ingedrukt. Maar ik moet gewoon hard op die knop kunnen klikken. En daarom vind ik in de nieuwste Assassin's Creed, volgens mij, vind ik het eigenlijk best wel tof dat aanvallen met de trigger is. Want die is namelijk wel analoog. En dan heb ik een beetje het idee dat ik hem nog soort van half kan indrukken en echt fucking hard kan indrukken. En ik denk dat dat wel een beetje mijn rare trekje is. Ik voel me ontzettend exposed met deze vraag. Vooral omdat het te echt werd. Van de week was ik namelijk aan het gamen met een vriend van mij. Hij zei, joh, heb je door wat je doet? Ja, gast, weet je, we zijn samen aan het spelen. Wat doe ik nou even verkeerd? Weet je? Wat heb je nodig qua supplies? Moet je meer healen? Je praat tegen jezelf. Ik zeg, gast, waar heb je het over? Hij zei, jij praat niet in jezelf, maar jij praat over jezelf in derde persoon tegen jezelf. Ik zit schijnbaar dus de hele tijd van, oh, Soraya, dat is dom. Oh, Soraya, wat doe je nu weer? Lekker bezig, Soraya. Hoe dan? Ik geloof het nog steeds niet, maar hè, voor de vriendschap denk ik geloof je, het zal wel. Maar schijnbaar doe ik dat. Waarom zit ik zo? En eens, ik ben inderdaad ook iemand die, ik kruip in mijn beeldscherm en ik trek mijn schouders heel erg op. Ik zit op een gegeven moment ben ik zo bijna een T-Rex gevoel. Dat doe ik. Maar hey, weet je, ik hoef niet helemaal laid back te zijn. Ik ben gewoon actief bezig met mijn game. Verder, ja, doet Soraya niet heel veel gekke dingetjes tijdens het gamen. Nee, Soraya vindt het wel prima. Noah en lieve kijker, daar heb je het. Dat zijn de rare trekjes die wij vertonen tijdens het gamen. En natuurlijk, wij zijn rete benieuwd naar wat jouw gekke trekje, tik, whatever is. Waar ben jij mee bezig? Met je handen, met je hoofd, met je mond? Ben je net als Soraya in jezelf aan het praten? Het kan allemaal. We zijn heel erg benieuwd wat jij doet tijdens het gamen, naast het gamen zelf dan. En natuurlijk, ja, we zoeken weer een nieuwe goede frag voor volgende week. Heb je een leuke, interessante vraag, net zoals Noah de afgelopen 2 weken? Laat het ons weten en wie weet staan en zitten wij hier wel weer volgende week met jouw interessante, goede frag. Dat was het voor deze week. Ik hoop dat je genoten hebt van het kijken. Tot snel op gamersnet.nl. Kan iemand daar een geluidje bij bedenken? Oké, ja. Het zou fijn zijn als in de edit dat het erbij. Anders niet, dan is het heel ongemakkelijk.